Sven, 4-4 tegen Jong PSV. Gelijke stand zijn jullie wel gewend hier in het Goffertstadion. Tegen Cambuur gebeurde eigenlijk iets soortgelijks. Is het ook een wedstrijd die je kan vergelijken met die pot? Vergelijken weet ik niet. Ik vond vandaag echt dat we, ja, dat we goed aan die wedstrijd begonnen. Terecht ook op 2-0 voorkomen. Maar ja, dan gebeurt er een stukje met, van een paar minuten met Okita. Hè, waar we even van ondersteboven zijn. En zijn we gewoon de kluts kwijt. Dan staat het even niet goed en daar profiteert Jong PSV van. En dat is dan zuur dat dat net voor rust is. Hoe kan het gebeuren dat zo'n moment met Okita, hopelijk gaat het goed met hem, zoiets zoveel met de ploeg kan doen eigenlijk? Want jullie hadden alles onder controle, jullie waren hier een meester. Nee, precies. Maar als je dat toch alles wist, dan ben je een stuk verder. Maar ja, even niet goed staan, denk ik. Wat je zegt, we hadden controle. Iedereen wist wat ze moesten doen. En we waren gewoon even de draad kwijt, denk ik. In die laatste fase, 3 minuten, wat was het? In de tweede helft komt Jong PSV op 2-4. Dan denk je wedstrijd gespeeld. Zeker door die doelpunten van Ramselaar. Dan vraag ik me af of jij als speler op het veld ook staat met het idee, die Ramselaar had hij eigenlijk helemaal niet op het veld mogen staan. Kijk, je weet, Ramselaar gewoon een perfecte speler. En ik denk dat hij overal in de Eredivisie zou spelen. Maar ik vind ons ook een goede ploeg. En maakt mij niet zoveel uit wie dat speelt. Wij moeten gewoon uitgaan van eigen kracht. En dat hebben we eerst zelf een groot deel laten zien, denk ik. 40 minuten. Of misschien wel iets langer. Maar wat ik je zeg, dat laatste biedt dan wel weer perspectief. Dat we gewoon echt een knokploeg zijn en toch terugkomen. Jullie tonen veerkracht en houden die ongeslagen status. Voelt het dan nog als enigszins genoegdoening dat je er in ieder geval een punt uit had en dat je die ongeslagen status behoudt? Of blijft het balen dat je gewoon je punten verliest? Kijk, uiteindelijk moet je dan toch blij zijn met dat puntje uiteindelijk, hè, in de slotfase. Maar het is wel over de hele wedstrijd gezien natuurlijk zuur. Als je 2-0 voor staat, dan mag dat niet meer. En dat is al een keer tegen Cambuur gebeurd. Ja, dat moet er gewoon uit. En, dat is iets waar we mee aan de slag moeten, denk ik. Je bent wel clubtopscorer. In je eentje kun je Annas de hele week mee plagen. Nee, dat zal hij niet doen. Dat heeft hij bij mij ook niet gedaan. Ja. Dank. Jack, jij moet door een achtbaan met heel veel emoties gegaan zijn vandaag. Al bleef je ogenschijnlijk rustig langs de kant, maar er is zoveel gebeurd dat er ook heel veel door je hoofd gegaan zal zijn. Ja, uiteraard. Het 2-0 voorsprong in de eerste helft die je eigenlijk zomaar het niets weggeeft. En daarna kom je op 2-4 achter zelfs en kom je weer terug tot 4-4. Ja, weet je, rustig, dat absoluut niet. Alleen je moet als trainers, en dat doen we met de hele staf, goed kijken hoe kunnen we het team helpen in bepaalde fases waarin het moeilijk is. En die fase kwam eigenlijk na de blessure van Jonathan Okita. En is dat ook de reden geweest dat de ploeg even van de wap was? Nou ja, goed, het is wel aan die kant waar natuurlijk de eerste goal ontstaat. En volgens mij zelfs de tweede goal ook. Dus ja, dat kan dan organisatorisch eventjes iets zijn wat anders is. Ik blijf er wel bij dat de 2-1, dat is een bal die mogen niet inleveren. Daar moet je die 5 minuten die er nog te spelen zijn, moet jij gewoon met Gochma uitspelen. En dan ga je normaal met 2-0 de rust in. Jullie waren eigenlijk ook in die eerste helft heer en meester. Jullie hebben eigenlijk PSV niet in die wedstrijd laten komen. 1 bal op de paal. En dan vallen die 2 goals uit het niets. Je hebt het al even over de 2-1. De 2-2 was ook wel vrij aanname in de 16. Draaien, schieten. Dat mag toch eigenlijk ook niet gebeuren? Nee, dat waren 1-1 situaties waarin spelers in een lopende situatie weggekapt worden. En dan is het moeilijk om je staande te houden. Dan is het ook moeilijk om dat schot nog te blokken. En diep in de 16, 1-1, is dat altijd gevaarlijk bij alle spits. Dan lap je de boel weer op, denk ik, in de rust. Dan krijg je de 2 om je oren van Bart Ramselaar. Dan vraag ik me af, gaat er dan iets door het hoofd van Jack de Gier? Als een, die Bart Ramselaar, had hij helemaal niet op het veld mogen staan in Nijmegen? Ja, daar kijk ik helemaal niet naar. Dat is mooi voor hem dat hij die doelpunten maakt. Wij kijken vooral naar de doelpunten tegen. En hoe gaan we dat weer rechtbreien? En door de wissel van Darry hebben we Labiel naar voren geschoven en Kvida eigenlijk als linksback gebruikt. Ook met het oog op de eindfase waarin we dan met Jozef een extra lengte hadden. We hebben Bosaerts voorin geposteerd om te forceren. Ja, en die wissels die hebben allemaal in die zin goed uitgepakt dat we daar nog in ieder geval 4-4 mee maakten. Nou, de ongeslagen status blijf je houden en je hebt toch wel een mooi knokploegje bij elkaar zo. Ja,
Nou ja, goed, we hebben op de rand gespeeld. Ik denk ook de eerste helft toen het goed ging met bepaalde tackles. En ja, dat vind ik prima, weet je, dat hoort erbij. En ja, we zijn toch in staat om na die mokerslag, die 2-4, ja, om toch nog in 10 minuten tijd die wedstrijd weer in handen te pakken. En ja, dat stemt je dan wel tevreden. Al ja, vind ik het wel doodzonde dat we gewoon 2 punten verspelen. Dan ook gewoon de simpele conclusie, balen van het puntverlies, dat onnodig is, maar wel trots zijn op de veerkracht die jouw ploeg heeft. Ja, nou ja, goed, het is een dubbel gevoel, maar zo sta ik er wel in, ja. Dankjewel. Oké. Okay.